Wij roepen alle kiezers op om ook in oktober 2012 al resoluut voor de N-VA te kiezen. De krachtigste manier om aan de traditionele partijen duidelijk te maken dat het zo niet verder kan, is een stem voor de N-VA. Want dat is het enige waar ze echt bang van zijn. Er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat worden geluisterd als men ook in de Dorpsstraat voor de N-VA stemt. Het is de kracht van verandering. Wij denken dat de Vlamingen die verandering willen, voor de N-VA moeten stemmen. Men kiest voor verandering, maar men krijgt ze niet. Wij willen een strikter migratiebeleid, strengere justitie en sociaal-economisch de focus op een echte sanering, snoeien om te groeien en geen belastingen. En men krijgt elke keer het omgekeerde. Wel, als men daar vanaf wilt, moet men voor N-VA stemmen. Men doet dat best in oktober 12 in de Dorpsstraat, opdat men zou luisteren in de Wetstraat. Naast het lanceren van onze campagneslogan die deze morgen in de plenaire vergadering gebeurt, zijn er nu een aantal werksessies en deze werksessie gaat over het politieke luik, zeg maar het onderhandelen nadat de uitslagen van de verkiezingen gekend zijn, het onderhandelen over eventueel schepencolleges, burgemeesters, maar ook de intercommunales, dat toch een heel kluwen is waar onze mensen nu wegwijzing gemaakt worden. Als voormalig journalist heb ik de partijvrienden een aantal vuistregels willen geven van hoe ga je nu eigenlijk om met de media, zowel de schrijvende als de televisie als het internet. Waar moet je op letten? Wat zijn de to-do's en vooral de zaken wat je niet moet doen? Het is belangrijk om dergelijke vormingsdagen mee te maken, omdat wij erop staan om onze mensen professioneel voor te bereiden. Ze krijgen een degelijke bagage mee om de campagne professioneel te starten. En eigenlijk de kiezer op een ordentelijke manier tegemoet te komen in de campagne. We zijn voornamelijk naar hier gekomen om iets bij te leren. We zijn een jonge afdeling met Kluisbergen. We zijn eigenlijk nog maar een 6 maand officiële afdeling. Dus het is voor ons heel belangrijk om zoveel mogelijk info te kunnen verzamelen. Om iets bij te leren en te kunnen gebruiken richting de verkiezing in oktober. Ik kom vanuit Oostende. In Oostende hebben wij geen enkele zetel in de gemeenteraad. Maar gelukkig kunnen wij rekenen op een aantal goede coaches in Oostende. Maar uiteraard is de informatie en de zeer goede tips die we hier vandaag meekrijgen zeer belangrijk om onze campagne voor te bereiden en ook tot een zeer goed einde te kunnen brengen. APPLAUS.